Uw arts heeft een behandeling voorgesteld met antistoffen, ook wel immuonglobulines genoemd. Deze antistoffen worden gewonnen uit het bloed van gezonde menselijke donoren. Immuonglobulines kunnen op drie verschillende manieren worden toegediend. 1. Intraveneus. Hierbij worden immuonglobulines rechtstreeks via een infuusnaald in een bloedvat in de arm toegediend. En dit maakt het mogelijk om een groot volume aan antistoffen in één keer toe te dienen. Meestal vindt deze toediening één keer per vier weken plaats. De duur van de infusie is gemiddeld 4 tot 5 uur per gift. De toediening wordt verzorgd door een verpleegkundige. De meest voorkomende bijwerkingen zijn griepachtige klachten, zoals hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, stijging van de temperatuur en vermoeidheid. 2. Subcutane immunoglobulines. Hierbij worden immunoglobulines onder de huid toegediend via een subcutaan naaldje in de buik, het bovenbeen of in de arm omdat bij deze methode een relatief klein volume aan antistoffen per keer kan worden toegediend, vindt de toediening in dit geval elke week plaats. Meestal worden er meerdere toedingsplaatsen per keer toegepast en wordt gebruik gemaakt van een klein pompje. De infusieduur is hier gemiddeld 1 uur. Zelfstandige toediening is mogelijk nadat een kort trainingsprogramma is doorlopen en bij subcutane immuunglobulines staan met name lokale bijwerkingen zoals roodheid van de huid, jeuk, pijn en zwelling rondom de plaats van de injectie op de voorgrond. 3. Gefaciliteerde subcutane immuunglobulines Hierbij worden immuunglobulines onder de huid toegediend met behulp van het enzym hyaluronidase. Dit gaat ook via een subcutane naald in de buik of het bovenbeen. Bij deze vorm van toediening is het ook mogelijk om een groot volume aan antistoffen in één keer via één toedieningsplaats toe te dienen door middel van een pomp. Het gebruikte enzym zorgt er namelijk voor dat er een betere verdeling van antistoffen onder de huid plaatsvindt en een langzame opname in de bloedbaan. De infusieduur is hier gemiddeld twee uur. Zelfstandige toediening is mogelijk nadat een kort trainingsprogramma is doorlopen. Bij deze vorm van toediening staan ook met name lokale bijwerkingen zoals roodheid van de huid, jeuk, pijn en zwelling rondom de toedingsplaatsen op de voorgrond. De effectiviteit van de drie behandelopties is vergelijkbaar. Elke toedingswijze heeft een aantal eigen kenmerken en mogelijk voordelen of nadelen voor u. Uw verpleegkundig specialist bespreekt met u deze voor- en nadelen en bekijkt samen met u welke toedingswijze het best bij uw wensen en persoonlijke situatie aansluit. Daarna krijgt u de gelegenheid om er thuis nog eens rustig over na te denken en te overleggen met uw naaste. En in een volgend gesprek op de Polikliniek kunt u uw keuze kenbaar maken.